Hallo allemaal, vandaag is het tweede deel. Het eerste deel was echt lang, was een uur of zo. Sorry daarvoor als jullie het te lang vinden. Maar dit is het tweede deel en zoals we gaan verder en ik heb het spookje nog steeds niet gevonden. Dit deel komt ook wat later online. Want yeah. Wat staat daar? Er zit een meisje. Oh, dat is een normaal meisje. Hier zijn namelijk ook nog allemaal dingetjes. Dus hier dat rood schors of zo moet ik hebben. Een mes. Ik vind die dat zadel en zo echt nog steeds super leuk. Ik heb al best wel veel geld binnen. Ook al zeg ik het zelf. Hier nog wat. Hier heb ik volgens mij ook 3 van nodig. Nee, hoeveel heb ik er? Oh, hars. Dat is weer wat anders. Dan moeten we nu nog weer naar oude Jasper. We gaan gewoon hier even met de trailer. Nee, dat vind ik zonde van geld. Dat ik ook weer kan gaan gebruiken voor de andere spulletjes. Dan gaan we gewoon lekker rennen. Zo, dan gaan we weer ergens anders heen. Het wordt een soort van Halloween week. Ja. Halloween week. Maar het gaat echt niet snel, want hij is ook niet blij. Ik heb voorlopig nog wel nu genoeg spulletjes om mijn paarden blij te houden. Dus ik ga ze zo meteen ook niet volmaken of zo. Ga ik ze even verzorgen. Ik heb ook allemaal spullen gekregen en mijn rugzak is echt bomvol. Ik ga eventjes alle caps hier zo neerzetten. Nu zijn gewoon die spullen en al die maskers doe ik gewoon even hier zo. En dan moet ik hier weer even in. Wauw, wauw, mooi dat het wolfgeluid steeds. Zo. Hopelijk is dit laatst. Yep. Bleh. Ik vind het... mijn koptelefoon. Ik vind het helemaal niks. Niks. Hier één. Ik wil niet meer.
niet. Echt een compliment voor Star Stable, dat is echt wel eng. Het hoort het ook te zijn en dat maakt het juist leuk. Vind ik. Dus ja. Ice Magic. Goede naam. Snowking ook. Ook een leuke naam. Dark hoop. Donkere hoop. Het is echt druk in Gouden Vallei. Niet zo gek. Maar ik weet nog steeds niet of ik nou of ik nou eerst voor een fjord of iets een sportpaard in voor Pinta moet sparen. Dat klinkt misschien raar, maar ik heb toen ik het eerste deel stopte, ben ik meteen het tweede deel gaan maken. Dat is nu dus zeg maar, nee laat maar. En dat dus ja. En dus ik heb de reacties nog niet gelezen, omdat het eerste deel nu wil ik het echt filmen zeg maar. Toen heb ik live gezien, zeg maar, nog niet online stond. Nu zit hij natuurlijk al wel online, maar doe niet! Dus. Ik zag iemand met dat masker. Dat... Echt zo'n leuk eng masker. Nou, make-up of zo lijkt het meer. Dat vind ik echt cool. Ik zou het ook wel willen, behalve dat ik dan mijn eigen make-up niet meer terugkrijg, zeg maar. Want ik heb dit is eigenlijk van dat make-up wat je begint. En ja, ik vind het wel mooi. Maar anders dan zoek ik wel even een make-up uit ofzo. Zo, wow, we zitten er een keer. Oké, dat heb ik gedaan. Graag een pop. Plaats de wierook in het bos, maar zorg dat het monster je niet ziet. Graag een pop als je klaar bent. Dit wordt echt... Dat weet ik zeker, dit wordt echt super eng. Zorg dat het monster je niet ziet. Zeg, eet je mijn paard op. Oké, dat gaat natuurlijk niet echt gebeuren, maar... Ga. Sorry. Zorg dat monster je niet ziet. Dat is niet gek. Monster, doe je ogen maar dicht. Leuk. Ik ga voor de zekerheid maar gewoon in het normale gedeelte van Gouden Heuvel, Geleide, Bos. De inland steken dat monster je dan hebt. Dus ja, ik ga hier maar niet in. Stel voor dat monster zit er net en dan ben ik gepakt.
Geen aanrader. Schemer valt, de nacht komt dichter. De nacht komt dichterbij. Oh nee. Nee, alsjeblieft niet in de nacht, want dan kan het ook een mos niet zien. Chips. Wil je dat het nacht is als ik hierin ben? Heel even diep hoor. Kijk, dat masker bedoel ik, zij om heeft. Kijk, dat soort masker. Daar gaat het monster. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als het monster je pakt. Dit is echt Halloween. Monster is hier niet ergens in de buurt. Hopelijk. Wat? Oké, ik was dus blijkbaar heel dichtbij me. Ik denk dat ik mijn paard even moet pakken, want ik kan hier niet overheen. Waar is mijn paard? Oh, hier. Daar is hij. Weg, binnen. Zo, nu wegwezen. Hé, hey, wie staat daar? Oh, Bob. Ga rijden en laat het monster komen. Waarom moet ik naar dat monster toe?
Die wil me toch opeten? Oh, daar is hij. We kunnen praten, vriendjes worden. Huh? Het mensenmeisje is terug. Ben je gekomen om je over te geven? Ik neem aan dat je je hebt gereageerd op het slechts een kwestie van tijd was voordat ik je zou vinden. Haha, mijn krachten nemen met de minuut toe en bij elk uur dat voorbij gaat ben ik alleen maar sterker. Gauw zal ik voor altijd macht zijn op dit hele eiland. Prachtig, simpelweg prachtig. Nacht, duisternis en het beste van allemaal. Geen zon. Maar genoeg het les. Het is tijd om jou in één hap te verslinden. Kom hier. Oh, ik zie dat je wil een spelletje blijven spelen, of niet? Nou, ren als je kunt, maar je zult niet aan me kunnen ontsnappen. Niet nu, haha. Dit maakt het alleen maar leuker. Het geeft me meer honger, waardoor je nog beter smaak. Wow, als ik die helemaal opeet. Ik kan niet wachten om je gegil te horen. Als ik eindelijk mijn tanden in je zet. Mwahaha. Wacht, wat is die afgrijzelijke geur? Wat heb je gedaan? Ah, wacht even tot je te pakken hebt. Dat ik moest achter je aankomen. Oké, maar waar is de val dan? Ik ben benieuwd als je in zo'n rood vlokje blijft staan of zo, wat er dan gebeurt. Ik denk dat je dan gewoon opnieuw moet beginnen. Dat was ik bijna. Wauw. Doe nu weer ook op nu. Ik wil nog één keer zien hoe het eruit ziet. Niet leuk. We hebben Usiku gevangen. Wauw. Terug naar de smokkelaars. Ik heb het onder de best niet wat schot. Een geheimzinnig standbeeld dat Bob en Rob hebben meegebracht van een van hun vele verre reizen. Hopelijk is de missie nog lang niet afgerond, want ik vind het echt leuk. Hoeveel geld hebben we eigenlijk intussen? Oh, best wel veel. Kunnen we zo nog alle spullen mee kopen? Kijk, als ik een fjord wil kopen, dan koop ik deze. Deze grijze. Die vind ik wel mooi. Ja, die fjord of het Friese sportpark met de Pinta. Zet het maar onder in de reacties bij het eerste deel. Daar kijk ik dus alleen maar. Niet hier.
waarschijnlijk gaat er nog wat anders wat gebeuren. Anders vind ik het saai. Nou ja, niet wat saai, maar... Jullie snappen denk ik. Lola, jullie snappen me, denk wel. Ja, of dit paard. Daar waar een Stella Pokémon deze op rijdt. Die of die grijze fjord. Wat hangt daar in de lucht? Er hangt daar een heks in de lucht. En het lampje is aan. Maar het is niet eens nacht. Ook stom. Er hangt een heks. Dus dan is die missie nog niet afgerond. Want er hangt een heks. En die moet dan denk ik nog weg. Zien jullie die heks bij die toren? Dat licht? Dat is een heks. Zweef je nog meer heks? Nee. Bleksen. Dat paarse setje vind ik ook wel cool. Kijk, dat mastertje. Zag je dat waar ik net langs reed? Kijk, dit. Masker, die vind ik ook cool. Waar koop je die? Misschien staat het er. Een flauw idee. Nou, kom. Nu? Nog niet meer, kom nu. Praat met Rob. Dan krijg ik die Indiaanse jongen. Dat was het. Nu heb ik die mooie Indiaanse jurk. En wat die heks daar doet, ik ga even kijken. Misschien hoort het er wel aan me bij hoor, maar... Toch wel even benieuwd. Ja. Dan ga ik toch maar heel even daar kijken hoor. Misschien is er ook wel een ander kapsel. Nee, niet echt een ander kapsel. Hier is een heks. Zien jullie? Waar kan je die andere maskers kopen en die make-up? Misschien hier.
eventjes C en I, heel even dat masker af. Kijk. B. Dit bedoel ik. Nee, dat is toch grappig. Ik vind het. Maar ik vind dat, ja, ik weet niet. Ik moet het nou ook altijd zo te houden. Want, ja. Dat vind ik al helemaal niks. Deze vind ik wel grappig. Maar ik ga het niet doen. Ik vind dat een beetje zonde, want ja, want ook heb ik dat die. Bellen even de paardentaxi. En dan gaan we die spullen kopen. Maar ik wil nog steeds weten waar die andere maskers koopt. Wauw, ze reageren ook echt niet even op me of zo. Bedankt. Waarom het geluid? Oh, kijk, daar is ook al licht en ook al een heks. Ik ga zo de let's play afsluiten. Ze heeft gelukkig mijn masker. Nu? Nu ben ik op. Ik heb ook echt even niks meer beschikbaar. Niet leuk. In de homestable is niks veranderd. Dat is wel jammer. Kijk, die maskers. Maar die heb ik niet. Ik heb alleen deze. Die vind ik alleen niet zo mooi. Ik heb gewoon zin om nog wat coole spullen te kopen, zeg maar. Snoep of ik schiet. Wauw. Ik vind dat paarse setje vind ik wel mooi. Die gaan we even kopen. Heksenlaarzen. Die passen er wel helemaal bij. Dus. Ik doe het even aan. We moeten nog andere broeken bij. En nog andere kleren, is dat het? Nee. Deze alleen nog, maar die kunnen we nog wel kopen. Zo. Deze vind ik ook wel grappig.
We kunnen gewoon die hele winkel leeg kopen. Oh, deze horen er nog bij. Zo. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. Ik moet nog 1600 euro zien te vinden. Zeg maar. Maar ja. Oh, een spookje. Ja, daar is die. Waar is die nou? Stom spook. Nou, leuk is dat. Niet dus. Waar is dat spookje heen? Spook. Kom hier, spook. Spookie. Spook, spook. Spook, spook, spook. Ik ben te stil. Het is een snel spookje, dus. We moeten en zullen dat spook vinden. Maar waar is die? Misschien hier zo? Ik heb hem niet gezien. Jongen, jongen. Nou, laat maar. Ik zoek nog even een leuk masker uit. Nou ja, laat maar. Dit was de Let's Play. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Nou, doei!